Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق کچھ تحریرات پیش کروں گا. Dank ik enkele geschriften en citaten aanhalen in verband met de liefde van de beloofde Messias alayhissalam voor God, waarin hij meer vertelt over de waarheid en de mooie eigenschappen van de liefde van God. Hij vertelt meer over wat die liefde inhoudt, hoe je de liefde van God kan krijgen en wat de diepte en de filosofie ervan is. Ook vermeldt hij wat hij verwacht van zijn volgelingen, van de Ahmadiyya Jamaat in verband met de liefde voor God. Wat wij zouden moeten doen en in welke mate we de liefde van God kunnen verkrijgen. De dingen die hij vertelt zijn zeer belangrijk. Daarom moeten we er aandacht aan schenken. We moeten er aandachtig naar luisteren, zodat wij de kern van de liefde voor God snappen en erin verder gaan en ons leven verbeteren. De beloofde Messias, alayhis salam, vertelt: de liefde voor God is niet om te tonen. Het is één van de krachten die een mens bezit. De kern is dat het hart iets bemint en er naartoe getrokken wordt. Zoals de echte kwaliteit van elk ding waargenomen wordt wanneer het zijn hoogtepunt bereikt. Dit is de toestand van liefde, wanneer de capaciteit ervan ook op dat moment zeer open gevoeld wordt, wanneer er een bepaald niveau bereikt wordt. De beloofde Messias, alayhissalam, zei, God vertelt, van Surah Al-Baqarah, vers 94. Vertaling. Zij begonnen zoveel te houden van het kalf, alsof het kalf een lekker drankje was dat zij dronken. Als iemand heel veel van iemand houdt, is het alsof hij die persoon opeet of opdrinkt. Zijn handelingen en zijn manier van leven worden beïnvloed. Hoe meer je van iemand houdt, hoe sterker de band met hem wordt en hij naar hem toegetrokken wordt. Tot op een gegeven moment waar je volledig zoals hem wordt, van wie je houdt. Zo gaat een persoon die van God houdt, klaarblijkelijk volgens zijn vermogen, die licht verkrijgen die in God is. Wie van de duivel houdt, verblijft in het donker die zich bevindt in de duivel. Dus de eigenschappen van God aannemen is het geheim van de liefde. Over kennis wordt verteld dat totdat men alle eigenschappen niet kent, men ook geen kennis heeft. En als men na de kennis zich nog meer ontwikkelt, is dat liefde. Liefde is pas compleet als men de eigenschappen van Allah ook aanneemt. Het is niet alleen belangrijk om kennis op te doen. Die kennis toepassen op je leven is ook belangrijk. Door te leven volgens Gods wil ontvangt men het licht van God. Surah Al-Quran nummer 2, Rouhani Ghazai, volume 9, pagina 430. Dan zegt de beloofde Messias, alayhissalam, de echte filosofie van de liefde is dat de mens met ware hart houdt van de schoonheid, handelingen van God en het tot hem bidden. Met hart en ziel doet hij er alles aan om hem te krijgen en om zijn gunsten te verkrijgen. Een ware minnaar wordt overrompeld in zijn liefde voor die persoon. De stralen van God worden aan hem getoond en zo'n beeld van hem wordt in hem geschetst en hij eet en drinkt het als het ware op. Er wordt gezegd dat hij in hem is en verlicht door zijn licht. En door met hem te zijn, toont hij de mensen dat hij werkelijk in zijn liefde is verdronken. Al-Quran nummer 2, Ruhani Ghuzayn, volume 9, pagina 431. De beloofde Messias, alayhissalam, verklaart de niveaus van Gods liefde en vertelt het volgende. Het is eigenlijk een antwoord op een brief van Pater die kritiek had gegeven over bepaalde dingen. Dus de beloofde Messias, alayhissalam, antwoordde daarop. De beloofde Messias, alayhissalam, antwoordde: u bekritiseerde dat moslims niet zonder voorwaarden houden van God.
Ze hebben de leer niet gekregen om te houden van geld omwille van zijn eigenschappen. De antwoord daarop volgde. Laat het me duidelijk maken dat dit kritiek in werkelijkheid op de Bijbel is en niet op de Koran. Want in de Bijbel leert de mens niet dat je moet houden van God met persoonlijke liefde en met persoonlijke liefde hem moet aanbieden. Maar de Koran zit vol met deze leer. De Koran heeft het duidelijk gezegd. In de Koran staat, Surah Al-Baqarah, vers 201. En er staat ook, Surah Al-Baqarah, vers 166. Vertaling. Gedenkt Allah zoals gij uw vaderen gedenkt, en zelfs meer dan dat. En, maar zij die geloven, zijn sterker in hun liefde voor Allah. Dat wil zeggen dat ze zulke liefde nog voor hun moeder, nog voor hun vader, nog voor andere geliefden en nog voor henzelf hebben. Verderop staat. De beloofde Messias a.s. verklaart de niveaus van Gods liefde en vertelt het volgende. Het is eigenlijk een antwoord op een brief van pater Fateh Masih, die kritiek had gegeven over bepaalde dingen. Dus de beloofde Messias a.s. antwoordde daarop. De beloofde Messias antwoordde, u bekritiseerde dat moslims niet zonder voorwaarden houden van God. Ze hebben de leer niet gekregen om te houden van God omwille van zijn eigenschappen. Laat me duidelijk maken dat dit kritiek in werkelijkheid op de Bijbel is en niet op de Koran. Want in de Bijbel leert de mens niet dat je moet houden van God met persoonlijke liefde en met persoonlijke liefde hem moet aanbieden. Maar de Koran zit vol met deze leer. De Koran heeft het duidelijk gezegd. In de Koran staat, van Surah Al-Baqarah, vers 201. En er staat ook, van Surah Al-Baqarah, vers 166. Vertaling. Gedenkt Allah zoals gij uw vaderen gedenkt. En zelfs meer dan dat. En, maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. Dat wil zeggen dat ze zulke liefde nog voor hun moeder, nog voor hun vader, nog voor andere geliefden en nog voor henzelf hebben. Verderop staat, Mentur al-Hujarat, vers 8. Vertaling. Maar Allah heeft in uw hart het geloof dierbaar en schoon gemaakt. Ook staat er, Mentur al-Nahl, vers 91. Deze vers is gebaseerd op de rechten van God en de rechten van de mensen. En het beste hierin is dat Allah ze op beide rechten heeft gebaseerd. Verder vertelt hij. Over het recht van God hebben we al eerder gesproken. Het boek waarin deze gebeurtenis is geschreven is uit Noor al-Koran vers 2. Hierin staat het meer in detail uitgelegd. De eerste recht die hij hierin heeft vermeld, is het recht van God. Hierin heeft hij uitgelegd dat een gelovige ook met een ongelovige liefdadig moet omgaan. Dit is het recht van Gods schepselen. En als medelijden nodig zijn, dan moet je dat ook tonen. Dat men zich zorgen maakt om hun lichamelijke en geestelijke ziekten. Dit is het recht van Gods schepselen. Hier ontstaat ook de vraag hoe men moet houden van een ongelovige. Vele mensen geven kritiek dat we wel zeggen liefde voor iedereen, maar hoe is dit mogelijk? Hierover vertelt hij dat men medelijden met de ongelovigen moet hebben, hem moet verbeteren, zijn behoeften bevredigen, want dit is liefde. Het is niet de bedoeling dat we van ongelovigen houden en hun ongelovige woorden moeten overnemen en zich tot hun geloof moeten bekeren. Als men houdt van een gelovige, een ware gelovige, dan is de liefde dat we zijn goede gewoontes en goede daden overnemen. En als hij minpunten heeft, dan moeten we hem dat uitleggen volgens het geloof. Maar de gewone liefde is de liefde voor iedereen.
Liefde betekent niet dat je de persoonlijke afdwalingen en slechte gewoontes van iemand moet overnemen, omdat je veel houdt van die persoon. De dingen die horen bij het recht van Gods schepselen zijn hongerigen eten geven, slaven vrijkopen, de schulden van mensen afbetalen, de last van degenen die een last hebben dragen. Dan is er ook gerechtigheid die bij de recht van Gods schepselen hoort. Naast gerechtigheid moet je liefdadig zijn. Liefdadigheid is dat je zonder verschil van religie en volk met elkaar omgaat. En dit is de recht van God. Dit zijn de rechten van degene die een gelovige uit liefde aan een mens geeft, maar enkel en alleen voor Gods wil te verkrijgen. Daarna wordt er gezegd dat we al reeds hebben verteld over het recht van God. De betekenis van deze vers uit Zerul Nahal vers 91 is volgens het recht van God om liefdadig God te gehoorzamen, want Hij is degene die jou heeft geschapen, heeft opgevoed en je elk moment opvoedt. Het is Zijn recht dat jij Hem gehoorzaamt. En als je nog meer kan zien, doe het dan niet alleen vanwege Zijn gunsten, maar ook uit liefdadigheid, omdat Hij dienstvaardig is. Zijn gunsten zijn zoveel dat ze ontelbaar zijn. En het is vanzelfsprekend dat deze niveau hoger is dan die van gerechtigheid, waarin men tijdens het gehoorzamen liefdadig is. Omdat door het bestuderen en onderzoeken van Zijn gunsten, Zijn gezicht en schoonheid altijd voor ogen gebracht wordt, is het in de lof van liefdadigheid gezet dat men zo moet bidden alsof men God werkelijk ziet. Dat wil zeggen, wanneer het gezicht van een dienstvaardige voor ogen komt, dan herinnert men Zijn gunsten. Of wanneer men de gunsten herdenkt, dan komt het gezicht van de dienstvaardige voor ogen en is men zeer belast met gunsten. Dus wordt verteld dat het de gunst van God is. Dat men zo bidt tot Hem alsof je Hem werkelijk ziet en dat men Hem werkelijk gehoorzaamt. Er zijn drie soorten gehoorzamend van God. De eerste zijn degenen die wegens de onzichtbaarheid van God en de zichtbaarheid van dingen niet goed kijken naar Gods gunsten. Dat wil zeggen dat God onzichtbaar is, zich niet toont, niet als een mens tevoorschijn komt. De wereldse dingen zien wij wel en kennen we ook en de mens voelt ze ook. Wanneer men de wereldse dingen kan zien, beseft de mens niet dat er een schepper is en dat Hij God is. Daarom begint de mens meer te houden van de wereldse dingen. Vervolgens wordt er verteld dat er drie soorten zijn. Ten eerste zijn de mensen die niet goed opletten, Gods gunsten niet goed bekijken. De oorzaak hiervan is dat Hij verborgen is en de andere dingen wel zichtbaar zijn. Dan vertelt hij het volgende. Nog ontstaat de drang in hen die ontstaat door de grote gunsten te zien. Nog ontstaat de liefde die ontstaat door het inbeelden van de grote beloningen van de dienstvaardigen. Maar aanvaarden het recht van God op Zijn schepselen en zo alleen met een oppervlakkige kijk. Ze geloven niet in Gods gunst. Wel algemeen omdat er wel geloof is, ze beweren wel dat ze moslim zijn en aanvaarden daarom het recht van God en het recht van Zijn schepselen en dat Hij ons geschapen heeft. Hij vertelt, ze kijken ook niet naar de uitleg van Gods gunsten, door welke scherpzinnig te zien de dienstvaardige voor ogen gebracht wordt. Ze zeggen wel gewoonlijk dat ze in God geloven, dat ze van Hem houden, maar bij elke voordeel die ze eruit halen, houden ze Gods gunst niet voor ogen. Ze houden wereldse voordelen en dingen voor ogen. Wat is de oorzaak hiervan? Omdat de aanbidding van de dingen het volledig zien van Gods werkelijkheid verhindert. Omdat de zichtbare dingen waaruit de mens voordeel haalt. En zo hebben bedekt dat ze God, die de schepper is van die dingen, niet meer zien. En omdat ze dingen aanbidden, hinderen de dingen ze om het gezicht van de echte schepper volledig te zien. Daarom krijgen ze niet het juiste zicht waarmee ze de schoonheid van de werkelijke gehoorzaamheid kunnen zien. Hij, die allesgevend is, is in het echt is Hij het die elk ding geeft, Zijn schoonheid,
Zijn pracht komt niet voor onze ogen. Hij vertelt, dus hun bedorven kennis is vermengd met de wereldse dingen die goedkoper zijn, waardoor ze Gods gunsten niet meer kunnen zien. Ze besteden de aandacht niet die ze moeten besteden bij het zoeken, waardoor ze God kunnen zien, maar hun kennis is niet compleet. De reden hiervoor is dat ze gedeeltelijk hun inspanningen in dingen vertrouwen en gedeeltelijk als ritueel geloven dat Gods recht op zijn schepselen en Gods wil op ons verplicht is. En omdat God een mens niet meer belast dan hij kan dragen, daarom verwacht hij van hen slechts dat ze hem bedanken, totdat ze in dezelfde toestand zijn. In deze vers, met Surah Al-Nahl, vers 91, verwijst gerechtigheid ernaar dat ze beoordeeld worden volgens hun capaciteit. Omdat ze geen complete kennis hebben, zeggen ze slechts met hun tong dat ze blij zijn om zijn schepselen te zien en dat hij hen geeft. Daarom houdt God rekening met hun toestand. Hoewel ze hem danken, dit is een manier van zijn gerechtigheid, dat hij dat genoeg vindt. Ook zij zelf vinden dat genoeg, dat ze voldoende doen voor God. Hij vertelt, maar er is een niveau hoger dan deze kennis. En dat is zoals ik net heb gezegd, dat het zichtvermogen van de mens helemaal zuiver wordt van dingen en hij Gods genade en zijn gunsten ziet. Op deze niveau stapt men volledig uit de sluier van dingen. Dan vindt hij het ongeldig. En niet kunnen om bijvoorbeeld te zeggen dat deze plantage is gegroeid door mijn inspanningen. Of dat ik deze prestatie door mijn kracht heb geleverd. Of dat ik door iemands hulp mijn doel heb bereikt. Of door de waarschuwing van iemand anders ben gered. Men ziet dan alleen één iemand, één almacht, één dienstwaardige in één hand. Dan ziet de mens met een zuivere zicht Gods gunsten zonder enig aanbieding van dingen. Deze royaat is zo zuiver en zeker dat men tijdens de aanbieding van zo'n dienstvaardig hem niet afwezig vindt, maar hem aanwezig vindt, terwijl hij bidt tot hem. Deze gebeden worden in de heilige Koran, Ihsan, gunst genoemd. In Sahih Bukhari en Sahih Muslim heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wa sallam hierover ook deze verklaring gegeven. Na deze niveau is er nog een niveau die wordt genoemd. De verklaring hiervan is dat wanneer de mens na een tijdje Gods gunsten blijft zien, zonder enige vermenging van dingen, hem aanwezig vindt en hem als een dienstvaardige ziet en tot hem bidt. Dan is het resultaat van dit beeld dat er persoonlijke liefde ontstaat voor God. Omdat de tijdelijke gunsten zorgen voor een eeuwige geestelijke genezing, beïnvloedt hij het hart van de dankbare persoon. Dat wil zeggen dat het hart van degene die begunstigd wordt, beïnvloed wordt. Dat deze zich stil aanvult met persoonlijke liefde van God, die hem omringt met zijn buitengewone gunsten. In deze situatie bidt hij niet alleen door zijn gunsten, maar de persoonlijke liefde voor God vindt plaats in zijn hart, zoals een kind persoonlijke liefde heeft voor zijn moeder. Op dit niveau kijkt hij niet slechts naar God, maar vindt ook lust als een ware minnaar. En al zijn persoonlijke verlangens worden vernietigd. En er ontstaat persoonlijke liefde in hem. En dit is die niveau die Allah heeft genoemd. Hierna verwijst God in volgende versen. Uit Surah Al-Baqarah, vers 201. En uit Surah Al-Nahl, vers 91. Dit is de verklaring van deze versen. En hierin heeft Allah de drie niveaus van kennis uitgelegd. De derde niveau heeft hij
de persoonlijke liefde genoemd. En dit is de niveau waarin alle eigenlijke verlangens opbranden en het hart zich vult met liefde als een flesje die vol zit met parfum. Hiernaar wordt in de volgende vers verwezen. Surah Al-Baqarah, vers 208. De vertaling hiervan. En onder de mensen is iemand die zich weggeeft, Allah's welbehagen zoekende. Allah is goedertieren jegens zijn dienaren. En dan vertelt hij. Sahih Bukhari en Muslim hebben goed aan Hadrat Sallallahu Alaihi Wasallam gegeven. Surah Al-Baqarah, vers 113. De vertaling hiervan. Nee, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen. Dat wil zeggen dat hun doel God is en Gods liefde is. En de gunsten van God zijn hun beloningen. Dan vertelt hij in een vers. Surah Al-Dahar, vers 9 tot 10. Vertaling hiervan. En zij geven voedsel uit liefde voor hem aan de armen, de wees en de gevangenen. Ziende, wij woeden u slecht ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning, noch dank van u. Nu moet men nadenken hoe duidelijk het is in deze verzen dat de Heilige Koran de hoogste niveau van bidden tot God en van goede daden bereikt kan worden door liefde voor God en met ware hart te streven naar de wil van God. God heeft deze godsdienst islam genoemd, opdat de mens niet zou bidden tot God voor persoonlijke verlangens, maar met een innerlijke geestdrift. Dus niet bidden tot God voor persoonlijke behoeften, niet om je eigen behoeften te bevredigen, maar met een innerlijke drang. Want islam is de naam van alle verlangens vernietigen en helemaal leven volgens de wil van God. Er is geen enkel godsdienst op aarde, behalve de islam, die deze doelen heeft. Ook al heeft God om zijn genade te tonen, ware gelovigen verschillende gunsten beloofd. Maar hij heeft de ware gelovigen, die de hoogste status wensen, deze leer gegeven, dat ze met persoonlijke liefde tot God moeten bidden. Dit uit Nur al-Koran, nummer 2 uit Rouhani Ghazai, volume 9, pagina 436 tot pagina 441. Echte gebeden zijn degene die met persoonlijke liefde verricht worden en niet om iets te bereiken. Dan vertelt hij ergens sprekend over de aanwijzingen van ware liefde. Liefde is iets raars. Zijn vuur verbrandt het vuur van zonden en blust de vlam van kwaad. Met ware, persoonlijke en volledige liefde kan geen kasttijding gepaard gaan. En een van de symbolen van ware liefde is ook dat er van nature het volgende in zijn hart komt te zitten. Hij heeft enorm veel schrik voor het breken van zijn band met God. En hij voelt zich bij zelfs zeer kleine zonden zo schuldig alsof hij gaat sterven. En voelt zich dood. En de protest van zijn geliefde is als gif voor hem. En verlangt zeer ongeduldig naar zijn geliefde. En door de pijn van de afstand sterft hij als het ware. Daarom ziet hij niet alleen die dingen als zonden, die de massa als zonden ziet. Zoals niet doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen foute getuigenissen geven. Maar zelfs de kleinste onoplettendheid en kleinste foutje is voor hem als een zeer grote zonde. Daarom vraagt hij constant vergiffenis aan zijn eeuwige geliefde. En omdat hij van nature niet wil dat hij zelfs een moment weg is van God, is het voor hem een zonde ter grootte van een berg, als hij zelfs een beetje onoplettend is geweest. Diegenen die een zuivere en volledige band hebben met God,
zijn constant bezig om vergiffenis te vragen. Want dit is de drang in de liefde, dat een ware minnaar altijd bezorgd is dat zijn geliefde niet boos zou worden. Er is een dorst gebracht in zijn hart, waardoor hij volledig wil leven volgens de wil van God. Als God het zelf tegen hem zegt, dat hij blij is met hem, dan nog is hij onbezorgd. Want zoals een alcoholgebruiker, die telkens na een glas drank nog een glas vraagt, vraagt de liefde van diegene bij wie de bron van liefde fel stroomt, van nature, om meer en meer volgens de wil van God te leven. Als God zegt dat hij content is, gaat hij niet rustig zitten. Maar het zeggen van God dat hij content is, dringt hem aan om nog meer om vergiffenis te vragen en nog meer te bidden. Door de pluraliteit, die tijd van de liefde, gaat hij meer en meer vergiffenis vragen. Dit is de reden waarom ware dienaren van God elk moment bezig zijn met vergiffenis te vragen. En de grootste teken van een onschuldige is dat hij het meest om vergiffenis vraagt. De juiste betekenis van vergiffenis vragen is dat men hulp vraagt aan God om elke afdwaling en zonde die door menselijke zwakheid kan gedaan worden, te vermijden. Zodat met Gods genade die zwakheid niet tevoorschijn komt en verborgen blijft. Hierna werd de betekenis van vergiffenis vragen uitgebreid en kwam het volgende erbij, dat God de mens in deze wereld en het hiernamaals beschermt tegen de slechte gevolgen en giftige invloeden van de afdwalingen en zonden die al eerder zijn begaan. De bron van ware bevrijding is de persoonlijke liefde voor God, die via nederig en onvoorwaardelijk en constant vragen om vergiffenis de liefde van God naar zich toetrekt. Wanneer de liefde van de mens zijn hoogtepunt bereikt en zijn persoonlijke verlangen verbrandt met het vuur van de liefde, valt er plots de liefde die God voor hem heeft als een vlam op in zijn hart en brengt hem uit de veiligheden van het verderfelijke leven en de kleur van de zuiverheid van God, de levende en de zelfbestaande, valt op zijn innerlijke. Hij krijgt zelfs deel van de eigenschappen van God die zichtbaar zijn. Dan wordt hij een indicatie van de lichten van God en alles wat in de eeuwige schatten van goddelijkheid verborgen ligt. Via hem worden de invloeden aan de wereld getoond. De God die de wereld heeft geschapen is niet gierig, maar zijn genaden zijn voor altijd en zijn namen en eigenschappen kunnen niet langzaam verdwijnen. Mutashmai Masihi, Rohani Ghazai, Ghazai, volume 20, pagina 378 tot pagina 380. Dit uitleggend vertelt hij dat zonden vermijden en goede daden verrichten onmogelijk is zonder liefde voor God. Zonde is zo'n gif die dan ontstaat wanneer de mens de gehoorzaamheid aan God, de liefdevol drang voor God en de liefdevolle gedachte aan God mankeert. En zoals een boom die uit de grond wordt getrokken, niet meer in staat is om water te zuigen. En als gevolg hiervan dag na dag uitdroogt en al zijn vruchten vernietigd wordt. Zo is de situatie van de mens wiens hart naar de liefde van God is getrokken, zoals de droogte overwinnen ook de zonden. Hiervoor zijn er volgens de wetten van God drie geneesmiddelen. 1. Liefde. 2. Om vergiffenis vragen wat het verlangen naar onderdrukken en verbergen betekent. Want totdat de wortels van de boom in de grond blijven, blijft hij hopen op vruchten. 3. Biechten. Om de water van het leven naar zich toe te trekken, zich onderdanig naar God richten en hem korter bij zich brengen en met goede daden uit de sluier van het kwaad stappen. Dit wil zeggen dat goede daden nodig zijn om de sluier van zonden weg te doen. Wie de sluier van zonden weghaalt om goede daden te verrichten, heeft dan de kracht van vastberadenheid en kennis en praktisch vermogen nodig
om dan pas verdwijnen deze sluiers en kan men goede daden verrichten en gaat men buiten deze slechte dingen zoals ik enkele maanden of enkele weken geleden heb gezegd. Hij vertelt, biechten is niet alleen met de tong, maar de voltooiing van biechten zijn de goede daden. Met de tong biechten is niet belangrijk, maar biechten is pas volledig en is pas begrepen wanneer ook goede daden verricht worden. Alle goede daden zijn voor de vervulling van biechten, omdat ze alleen als doel de nabijheid van God hebben. Bidden is ook biechten, want hiermee zoeken we ook de nabijheid van God. Daarom heeft God het leven van de mens geschapen en de geest genoemd. Zijn ware ontspanning en rust is in de herdenking, liefde en gehoorzaamheid van God. En hij heeft het nafs, het innerlijke, genoemd, omdat hij een band kan maken met God. Het woord roe, geest, genoemd, omdat het rust vindt in de liefde van Allah. En het woord nafs, het innerlijke, genoemd, omdat het in staat is om zich met Allah te verbinden. U hebt deze punt aangehaald, dat Allah het leven van de mens heeft geschapen en het nafs heeft genoemd, omdat hij echt rust en ontspanning in het herdenken van Allah, in zijn liefde en zijn gehoorzaamheid vindt. De rust van de geest is dat men zich overgeeft aan de liefde van Allah, zijn bevelen strikt navolgt en hem gehoorzaamt. Het woord nafs genoemd omdat het een band met Allah kan maken. Dat wil zeggen dat hij in staat is om zich te verbinden met Allah. Hij zei, veel houden van Allah is als die boom die in een plantage zeer goed vastzit, in de grond van de plantages. Dit is de hemel van de mens, zoals een boom water uit de grond zuigt en zijn giftige stoffen weggooit. Zo is de situatie van een menselijk hart. Hij zuigt het water van de liefde van God en heeft dan de kracht om zijn giftige stoffen weg te gooien en doet heel gemakkelijk die giftige stoffen weg. Door in Allah te zijn, wordt hij zuiver verzorgd. Hij verspreidt zich en geeft verzorgde groenten en goede fruit. Maar wie niet is verbonden met Allah, kan geen verzorgde water zuigen en droogt stilaan uit. Uiteindelijk vallen zijn bladeren en droogt hij uit en blijven er slechts takken over. Dus omdat de droogte van zonden door het ontbreken van een band ontstaat, is de rechtstreekse genezing om de droogte weg te werken een sterke band. Maak een sterke band met Allah, dan pas zal deze droogte weggaan. Als een droge boom verdwijnt de mens geestelijk helemaal. Hij zei, waarvan de God wetten getuigen, hiernaar wijzend, vertelt Allah. Van Surah Al-Fajr, vers 28-31. Vertaling. Maar gij, o ziel in vrede, keert tot uw Heer terug, verblijd in Allah's welbehagen. Ga daarom onder mijn dienaren en ga mijn paradijs binnen. Dan vertelt hij, de geneesmiddel om zonden te vermijden is alleen de liefde van God. Alle daden die uit de bron van liefde stromen, spreiden water op het vuur van zonden, omdat de mens door een goede daad te verrichten, door God zijn eigen liefde zegelt. Zo geloven in Allah dat je hem boven elk ding verkiest, zelfs op uw leven. Dit is de eerste stap van de liefde die kan vergeleken worden met het planten van een boom. Dan de tweede stap van vergiffenis, waarbij de bedoeling is dat je door het scheiden van Allah het innerlijke van de mens niet naar buiten zou komen. Deze fase is te vergelijken met de boom wanneer deze zijn wortels heel sterk in de grond vasthecht. Dan is er de derde fase van biechten die te vergelijken is met de boom wanneer deze zijn wortels bij het water brengt en het water als een kind zuigt. De filosofie van zonden
is dat de mens door zich te scheiden van Allah geboren wordt. Het scheiden is alleen mogelijk door de band met Allah. Wat voor onverstandige mensen zijn het, die zeggen dat zelfmoord de geneesmiddel is van zonden? Het Siraj ul-Din Isai Kechar Sawalun Kajawab uit Rohani Ghazani, volume 12, pagina 328 tot pagina 330. Manieren om de nabijheid van God te verkrijgen, vertelt hij. De Heilige Koran geeft die leer waarmee en de welke navolgend de mens in deze wereld nabijheid van God kan verkrijgen, zoals hij vertelt. Vertaling hiervan. Laat daarom degene die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten. En bij de aanbidding van zijn Heer, niemand anders met hem vereenzelvigen. Dus dat zijn daden niet zijn om anderen te tonen, of dat hij daardoor niet hoogmoedig wordt. En dat zijn daden niet bedorven en onvolledig zijn. En dat er geen ongename geur is, die tegen de eigenlijke liefde is. Maar zijn daden moeten zuiver en oprecht zijn. En het is ook belangrijk dat er geen enkele vorm van afgoderij is. Nog de zon, nog de maan, nog de sterren, nog de lucht, nog het vuur, nog het water, nog één ander ding op aarde mag met hem gelijkgesteld worden. Nog mag men wereldse dingen zoveel eren en vertrouwen dat men zich gelijkstelt aan Allah. Nog mag men zijn eigen inspanningen en pogingen waarderen. Want dit is ook een vorm van afgoderij. Maar men moet na al zijn inspanningen denken dat hij juist niets heeft gedaan. Men mag niet hoogmoedig worden door zijn kennis. Nog mag men trots zijn op zijn daden. Maar men moet zichzelf als een onverstandige en onderdanige beschouwen en zijn geest ieder moment op de drempel van Allah te laten vallen. Men moet met gebeden zijn genade naar zich toetrekken en men moet als een zeer dorstige en behoeftige persoon worden voor wie een stromende bron stroomt die zeer zuiver en zoet is. Ondanks alle moeilijkheden en rampen komt hij uiteindelijk tot deze bron en ligt hij zijn lippen op deze bron en houdt zich er niet van af totdat zijn dorst gelst is. Met een lectuur in Lahore uit Rouhani Ghazani, volume 12, pagina 154. Dan vertelt hij over de niveau van de liefde van God. Als je te weten komt dat er in jou de liefde van een ware dienaar is, alsof hij door de afstand sterft van de honger en dorst heeft, nog ook voor eten of drinken heeft, nog zorg voor het lichaam heeft, verdrink ook jij zo in de liefde van Allah, dat jouw bestaan verdwijnt. Als iemand dan ook in zo'n situatie sterft, is hij een grote geluksvogel. Wij hebben te maken met persoonlijke liefde. We hebben geen oog voor een zonsverduistering, nog voor een openbaring. Deze mensen zeggen dat er geen zonsverduistering is geweest, nog een openbaring. De persoonlijke liefde voor Allah is het belangrijkst. Het gaat er niet om hoeveel openbaringen, zonsverduisteringen of ware dromen er zijn geweest. Een alcoholdrinker drinkt vele glazen alcohol en vindt daar lust in. Drink jij zo volle glazen van Gods liefde? Zoals het water van een meer blijft toenemen, laat zo jouw dorst ook niet verminderen. Totdat een mens dit niet ervaart,
dat hij in zijn liefde verdronken is en hij zichzelf een minnaar mag noemen, dan mag hij niet achteruit gaan. Hij moet zijn stappen naar voren zetten en mag deze glas niet van zijn mond weghalen. Maak je hiervoor onrustig, dol en zinneloos. Als je niet tot deze level geraakt, heb je geen waarde. Er moet een zulke liefde zijn dat niet gelijk stelt aan Gods liefde. Je mag je niet overgeven aan eender welke begeerte en mag geen enkele vorm van vrees hebben. Uit Malchuzat, volume 3, pagina 134, gedrukt in Rabwa. Verder vertelt hij, wanneer je helemaal leeft volgens Gods wil en er geen klachten zijn, ontstaat er persoonlijke liefde. Als er geen persoonlijke liefde ontstaat, is het geloof in een gevaarlijke situatie. Maar als er persoonlijke liefde ontstaat, is de mens beschermd van de duivelse aanvallen. Deze persoonlijke liefde moet opgewekt worden door gebeden. Totdat deze liefde niet ontstaat, blijft de mens in nafse amara, het innerlijke dat tot kwaad aanzet, en blijft vast in zijn klauwen. De woord van de mensen die in nafse amara zijn, is het volgende, verteld in Punjabi. Deze wereld is zoet, wie weet of er een volgende is. Wie weet of het hiernamaal zal komen of niet, we hebben het toch niet gezien. Deze mensen verkeren in een zeer gevaarlijke situatie, en degenen van nafse lawama, het innerlijke dat zichzelf berispt, zijn in een ogenblik Gods vriend en in een ogenblik de duivel. De tweede toestand is die van nafse lawama. Zij verkeren in zo'n toestand waarbij ze op een moment Gods vriend zijn en op het andere moment de duivel zijn. Het is een wankelende toestand. Ze blijven niet één kleur hebben, omdat hun gevecht met het innerlijke begint, waarbij ze winnen en weer verliezen. Maar deze mensen zijn Godgericht, omdat ze ook goede daden verrichten en ook vrees hebben voor God in hun hart. Maar degenen van nafse mutma'inna, de ziel in rust, zijn al helemaal gewonnen en zij gaan weg van alle gevaren en vrezen naar vrede. Ze zijn in die Darul Aman, huis van vrede, waar de duivel niet kan komen. Uit Molfuzat, volume 3, pagina 508, gedrukt in Rabwa. Dan vertelt hij over de niveau van Gods liefde van een ware gelovige. De kleur van een ware gelovige is de kleur van een minnaar en hij is zuiver in zijn liefde en heeft volledige oprechtheid, liefde en een leven met een opofferende geestdrift. Hij bidt tot God met veel pijn en is helemaal gek in zijn liefde en zet geen stap achteruit. Geen enkele lust van de wereld is voor hem een lust. Zijn geest groeit op in die liefde. Hij schrikt niet van de stilte van zijn geliefde. Als hij zijn stilte van hem waarneemt en onoplettendheid voelt, dan geeft hij niet op, maar zet zijn stappen vooruit en verhoogt meer en meer de pijn in zijn hart. Deze twee dingen zijn noodzakelijk. Dat de ware gelovige minnaar en helemaal gek wordt in Gods liefde. De liefde moet volledig zijn en er moet een ware geestdrift zijn in de liefde en in de behoefte. Twee dingen zijn noodzakelijk. Dat de ware gelovige een minnaar is en helemaal gek wordt in Gods liefde. De liefde moet volledig zijn en er moet een ware geestdrift zitten in de liefde en in de belofte. Zijn liefde moet vertrouwelijk zijn, zodat er geen enkele probleem hem in de verwarring kan brengen. Als er zorgeloosheid en stilte wordt waargenomen bij de geliefde, dan zijn er twee soorten pijnen. De eerste is de pijn van Gods liefde en de tweede is waarbij er een drang ontstaat in het hart naar rust. Er ontstaat een grote onrust voor zijn hulp. De oprechtheid en pijn voor Gods liefde die ermee gemengd is, scheidt de mens van de mensheid en brengt hem in de schaduw van God, zodat zijn pijn en liefde de grenzen van afgoderij breekt. Maar dan blijft de mens in gevaar. Het verwijderen van deze gevaren is mogelijk zonder
Het verwijderen van deze gevaren is moeilijk zonder dat de mens alle grenzen van afgoderij breekt. En voor zijn schepselen moet er zulke liefde zijn zoals een zeer barmhartige moeder voor haar lieve kinderen een ware geestdrift van liefde in haar hart heeft. Uit Malfuzat, volume 4, pagina 32, gedrukt in Rabwa. Dus men moet alle grenzen van afgoderij breken en medelijden hebben met Gods schepselen. Dit is echt wat in de hart van een ware gelovige die van Allah houdt is. Verder vertelt hij, een standvastige band en zuivere liefde kan pas bereikt worden wanneer men Allah goed leert kennen. De wereld is verslechterd door deze vormen van twijfels. Velen zijn openlijk atheïst geworden en er zijn er velen die geen atheïst zijn, maar door hen beïnvloed zijn en hierdoor gemakzuchtig zijn in het geloof. De oplossing hiervoor is bidden tot Allah, opdat hun kennis stijgt en in het bijzijn van oprechte mensen verblijven, waardoor ze nieuwe tekenen zien van Allahs vermogen en heerschappij. Dan zal hij, hoe hij het wil, op welke manier hij het wil, zal hij hun kennis verhogen en zal hij hen inzicht geven en hun hart zal rust vinden. Het is juist dat hoeveel men gelooft in het bestaan van Allah en in zijn barmhartigheid, zoveel liefde en vrees zal men hebben voor Allah. Anders zal hij in de dagen van onoplettendheid zonden begaan. Liefde voor Allah en grote vrees voor Hem zijn de twee dingen waardoor zonden verbranden. En het is van nature dat men wegblijft van hetgeen hij vreest. Voorbeeld. De mens weet dat vuur kan verbranden, daarom steekt hij zijn hand er niet in. Of als men weet dat op een bepaalde plaats een slang is, dan gaat men niet voorbij die weg. Als de mens er zeker van is dat het gif van zonden hem vernietigt. En hij God vreest en hij er zeker van is. Zeker van is dat hij zonden verafschuwt en streng straft bij het begaan van zonden. Dan zal hij geen zonden meer durven begaan. Hij wandelt dan in de wereld als een dode. Zijn geest is dan altijd bij Allah. Uit Malfuzat, volume 4, pagina 404, gedrukt in Rabwa. Dan vertelt hij, wanneer de mens in de liefde van Allah zich helemaal verbrandt, geeft deze dood van de liefde hem een nieuw leven. Kan jij niet begrijpen dat liefde een vuur is en dat zonde ook een vuur is? Al dus blust deze vuur, het vuur van Gods liefde, het vuur van zonden. Dit is de kiem van de bevrijding. Ja, het Kadian Ari Orham, Rouhani Ghazain, volume 20, pagina 448. Voornamelijk vertelt hij, Allah redt een ware gelovige niet op een gewone manier van moeilijkheden, maar als een teken. Elke misleidende en onverstandige beweert dat hij een ware gelovige is, maar een ware gelovige is hij die door Allah's teken is bewezen. Iedereen kan zeggen dat hij van Allah houdt, maar Allah houdt van degene wiens liefde door een hemelse teken is bewezen. Iedereen zegt dat zijn geloof de juiste is, maar de juiste geloof is van degene wie in deze wereld het licht krijgt. Iedereen zegt dat hij bevrijding zal vinden, maar degene is juist in zijn woord die in deze wereld het licht van bevrijding ziet. Dus zorg ervoor dat je een lieveling van Allah wordt, zodat je van elke ramp gered wordt. Uit Kastienu, Rouhani Ghazain, volume 19, pagina 82. De houding die hij ons heeft aangeraden om Gods liefde in onze harten te vestigen, hiervan geef ik een voorbeeld. Hij vertelt, hoe armzalig is die persoon die niet weet dat hij een God heeft die alles kan. Onze paradijs is onze God. Onze genot is in onze God. Want wij hebben hem gezien en alle schoonheid in hem gevonden. Deze rijkdom is de moeite waard, zelfs ten koste van je leven. Deze sieraad is de moeite waard om te kopen, zelfs als je je eigen bestaan moet verliezen. Ook jij die verstoken bent, ren naar deze bron, want hij zal je dorst lessen. Want hij zal je dorst verminderen. Dit is de bron van het leven die je zal redden. Wat moet ik doen? Hoe moet ik deze blijde tijding in jouw hart brengen?
Met welke trommel moet ik in de straten lopen wenen dat dit jouw God is, opdat jullie allen zouden luisteren? Met welke zalf moet ik de mensen genezen, opdat hun oren zouden opengaan om te luisteren? Als jij van God wordt, dan wordt Hij van jou. Hij zal over je waken wanneer je slaapt. Je zal onbewust zijn van de plannen van jouw vijand. En God zal naar hem kijken en zijn plannen vernietigen. Jij kent de krachten van jouw God nog niet. Als je het geweten zou hebben, zou er geen dag geweest zijn dat je erg treurde voor deze wereld. Een persoon die een schat heeft, scheelt en weent niet om 1 cent. Als je wist over deze schat dat Allah elke behoefte vervult, waarom zou je dan zo betoverd zijn door deze wereld? God is een dierbare schat. Waardeer hem, want hij is je helper bij elke stap. Zonder hem ben jij niks. Nog zijn jouw spullen en uitvindingen iets. Imiteer de andere volkeren niet, want die zijn volledig afhankelijk van wereldse dingen. En zoals een slang zand eet, hebben zij de zand van verderfelijke dingen gegeten. Zoals ezels en honden doden eten, hebben zij hun tanden op doden gelegd. Zij liggen heel ver weg van God. Zij hebben mensen aanbeden, varkensvlees gegeten, wijn als water gebruikt en door zich overdreven over te geven aan dingen, door geen kracht te vragen aan God zijn zij gestorven. En de hemelse geest heeft hen zo verlaten als een duif uit zijn kooi wegvliegt. De ziekte van wereldidolatrie zit in hen die al hun innerlijke lichaamsdelen heeft vernield. Aldus vrees deze ziekte. Het Kashtienu Rouhani Ghazai, volume 19, pagina 21 tot pagina 22. Dan vertelt hij, doe je best om deze God te herkennen, die zorgt voor bevrijding en rust als je hem hebt. Die God kan alleen gezien worden door degene die hem met een zuivere hart en liefde zoekt. Hij schijnt zijn licht op diegene die van hem hoort. Het hart dat zuiver is, is de plaats van zijn troon. En die tongen die zuiver zijn van liegen, schelden en kakelen zijn de plaatsen van zijn openbaringen. En degene die zich aan zijn wil overgeeft, wordt de ontvanger van zijn beloningen. Het Kashful Ghata Rouhani Ghazai, volume 14, pagina 188. Mogen Allah ons in staat stellen deze niveaus te bereiken die de beloofde Messias a.s. aan ons wilde zien. Mogen Allah ons in staat stellen om ons zuiver voor Allah te buigen en om van hem te houden en om zijn liefde te verkrijgen en hem in ons leven te betrekken en om ons in de paradijs van zijn wil te laten gaan. اور آسمانی روح ان میں سے ایسی نکل گئی جیسا کہ ایک گھونسلے سے کبوتر پرواز کر جاتا ہے ان کے اندر دنیا پرستی کا جزام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضاء کاٹ دیے ہیں پس تم اس جزام سے ڈرو رب فرماتے ہیں تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات ہے اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تختگاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یاوا گوئی سے منزہ ہیں پاک ہیں وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اسے محبت کرنے والے ہوں اور اس کی محبت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اور اس کی رضا کی جنتوں میں جانے والے ہوں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.